Because somebody has to do the cargo, so change the pedals, and then he can do it right now, and you can do the two drives that are on your name. Ik word een beetje moe van Mathieu en zijn weigerachtige houding. Ja, ik vertel maar. Hij heeft er nou 2 uur en een kwartier over gedaan om 1 wijnrit weg te rijden. Een nieuw jaar is begonnen. En het barst van de goede voornemens. Nanne is steeds vroeger op de zaak. Ja, is goed. Tot zo. Dag. Laura werkt aan een nieuwe carrière als model. Nou, schat, we gaan er vandoor. We gaan. Max, de koerier meubelmaker, toont zich solidair met collega-fietsers. Riders are not taking it anymore. We are organizing and we're gonna fight back. Martijn heeft de administratie van afgelopen jaar bijna op orde. En Stanley bereidt zich voor op een intensief revalidatieproces in afwachting van zijn nieuwe protheses. Klote dingen zijn. Oh. Vallen is vervelend, want opstaan is moeilijk. Dus vanuit daar is het een angst. Maar als ik... als ik dus goed kan leren opstaan, is vallen ook geen probleem meer. Want dan weet je dat je makkelijk en snel kan opstaan. Alleen Mathieu, die zit niet lekker in zijn vel. Maar hij weet niet hoe hij dat kan veranderen. What's happening, Mathieu? What's going on? This bike is broken and I'm telling you for the fucking weeks that is broken. Please don't feel me. And guys seems not to give a fuck because they are not riding it. So if something collapses, that's not their body. Mathieu, go psycho! Fuck, don't rush me. Yeah. It's already 10:45. No, it's not. Already the first thing that you are saying to me. Jesus Christ. Wanneer Mathieu het gevoel heeft dat de wereld zich als één man tegen hem keert, is er maar één plek waar hij wil zijn. In de fietsenwinkel. Waar hij kan opladen tussen roestvrije, glimmende fietsframes. Similar to this one I have, hè? Huh? Similar to mine one, kind of. Yeah. As much as we can, it became annoying. Voor Mathieu voelt dat als een warm bad. In New York we also brought a script, or they send us with checks. To the bank, cash and checks. But sometimes they give you really big stuff. I had like Axel to Fiat Ducato, yeah? Yeah. The biggest, I think, is the delivery in Krakow. You know, you do it once and this is not like a cargo basis, you know, like delivering wine as a daily basis. But I got paid for cargo, so that's good. Exactly, that's, but, you know. Now they call all these delivery guys, they call them fiets couriers. The business is just, like so far ruined. Yeah, it's just not the same. No. Naar welke film gaan we? Ondanks dat Laura veel tijd met haar nieuwe liefde Paul doorbrengt, probeert ze ook haar vriendschap met Stanley te onderhouden. Heb je zin in West Side Story? What the bloody hell is that? Een homoseksuele man op een paard. Wat? Is een film over een man die een berg gaat beklimmen. Oh, fantastisch. Hoe gaat het met jou dan? Hey, film, heb je al een poosje niet gezien? Ja, het gaat wel goed. Ja? Ik heb jullie bij elkaar ook al een poosje niet meer gezien. Ja, Stanley wil mij nooit meer zien. We werken. Ja, de prik is van de cola. Wat? Ik zeg de prik is van de cola. Ja, jij wil mij nooit meer zien. Altijd als ik vraag, zullen we samen eten, dan ja. En dan heeft ze ook nog een nieuwtje. Paul trekt bij haar in. Heb ik jou dat al gezegd, trouwens? Ja, ik moet dat van een ander horen, maar... Hey. Wij zien elkaar nooit meer, dus ik dacht... Maar ik weet alleen nog niet wanneer.
Ja. Dus dat. The harbor club is a club that's always open. I was trying. Yeah, I'm gonna call them. Of course, I've been saying bullshit. I'm gonna call them that my driver is incompetent this and he's in front of the door. The queue, I already okay, called. Hi. Yeah, you don't believe me, yes? Yeah, stand in front, please. I'm gonna call those people. Hey Steven, mijn courier, je spreekt met Stanley van Fiets Couriers Amsterdam. Hey, mijn courier die staat bij je voor de deur om iets te leveren. Ja. Maar het schijnt dat er niet iemand aanwezig is waar hij het bij kan leveren. Waar staat hij voor de deur dan? Krukie is weg. Wat zeg je? Krukie is weg. Krukie is weg. Zet hij gewoon bij de hoofdingang? Ja. Ik loop wel even zee. Oké, okay, hoi. Oké, okay, hoi. Doei. Hoi. There's somebody coming now to the main entrance. 30 seconds and I fix it. You put this number in the queue. Bye bye. Good luck. Bye bye. Hoi. Ik krijg nou de configuur. Iets verder is Amsterdam, hè, Ben? In het kader van de goede voornemens hebben Stanley en Martijn een mentor van buitenaf aangetrokken. Een grote naam uit de transportwereld die hen zal begeleiden in het verwezenlijken van Stanley's droom. Een goedlopende zaak met gemotiveerde werknemers. Stanley is er niet bij met zijn gedachten. Die zitten bij Laura. Hoe heet het? Even voor de duidelijkheid. Ik heb geen taak opgeschreven. Ik heb het een beetje gelaten aan Martijn, maar Martijn die weet het zelf niet. Ik heb bijvoorbeeld privé dingen die nu spelen, die mijn hoofd bezighouden. Maar ik had jullie allebei gevraagd om taak op te schrijven. Is er dan geen moment op de dag dat je denkt van, goh, dat gaat niet? Nou, de taken die heel duidelijk voor ons liggen zijn dat we die functioneringsgesprekken gaan invoeren. Jullie hebben daar ook een opzet voor? Nog niet, ja, een bepaalde memo-stijl, maar nog niet echt een officiële, zeg maar. Ja. Yeah. Maar ik denk dat handig is om van tevoren eventjes een lijstje te maken of te vinden online wat de juiste vragen zijn die je op zo'n moment moet en kan stellen. Een uur lang worden Stanley en Martijn om de oren geslagen met kritische observaties, tips en actiepunten. Maar je hebt een paar couriers hier die een grote mond hebben en het zelf gewoon niet goed doen. En hoe ga je daarmee om? Welk voorbeeld geef je zelf? hoe bedoel je? In welke zin? Welke afspraken kom je zelf na? Nog niet. Zij doen precies hetzelfde wat jij doet. Ik zou zeggen, begin bij jezelf. Je moet voor jezelf bedenken, oké, okay, welke stapjes ga ik zetten, hè, om daartoe te komen? Stel jezelf de goede doelen. Kijk hoe je dat op kan lossen en zorg voor een goede werkstructuur. Laat dat werk staan voor die jongens, dat als er geen werk is, geef ze dat werk dan. Afwas, het aanvegen, zorgen dat er een beetje onderhoud is, kettingen smeren, banden oppompen. Wat een waslijst, denkt Stanley. Vooral dat laatste blijft hangen, die klusjes. En hij besteedt ze meteen uit. Look at Jesus. Round of applause. Matthew, don't you need to go home? Vaak genoeg lijkt Matthew liever ergens anders te zijn. Toch blijft hij na werktijd graag plakken. Van Stan heeft hij de sleutel gekregen, zodat hij bij zijn fietsen kan blijven. Want ook Mathieu heeft dromen voor het nieuwe jaar. I dream about a lot of things. But if I do something else, yeah, as well, I do something else. I'm trying to
Let's say became more and more bike mechanical, start doing wheels, what I like, and I can do it properly. Yes, I like cycling, or I even love cycling, but after so many years, it can be boring or bothering, or you may be just tired. Van een automobilist. Wat deed hij? Die staat dan te wachten om een paar fietsers voorrang te geven. Dat, ik begreep het later pas, weet je het over. Hè? En dan ga ik hem nog even voor, weet je wel, zonder die fietsen te hinderen. En dan heeft hij zoiets. Hey, met Stanley. Ik sta wel te wachten tot hij om die fietsers voorrang te geven. De fietskoning van Edel, zijn jullie dat? Zal wel. Okay. Ja, ik hem open. Het was niet heel enthousiast, hè? Het is wat het is. Ik ga er niet over in, alsjeblieft. Want anders maak je me pis. Maar je mag toch verdrietig zijn? Ik ga geen traan meer om geen enkele vrouw hier op aarde laten. Die vrouw waar ik een traan voor heb gelaten, die is al naar boven. Dat is mijn moeder. En geloof mij, voor geen enkele vrouw meer. Want ze komen en gaan wanneer ze willen. Dus ik ben wat dat betreft een andere type. Ik denk ook dat Martijn en ik daarom geen relatie hebben. We houden niet van high-buys. We houden van iemand die gewoon kiest voor wie je bent en voor je vecht. Ik heb hier geen mening over. Ja, precies. Nee, ik ben met iets anders bezig. Met het functioneringsgesprek voorbereiden wat over een uurtje is. Ik zit me even te verdiepen in een website ondernemen met personeel. En hoe je dat gesprek moet voorbereiden. We zien het wel. Misschien dan, hè? Dingen komen van. Weet je waar het over gaat? Liefde. Ja, bijzonder ongemakkelijk onderwerp. Ik weet niet of het een ongemakkelijk onderwerp is, maar het is niet iets waar je bij het woord, als je dat roept, zomaar even een reactie kan geven. Jawel, kom op. Liefde maakt je agressief. Oh, kijk, kijk. Wat ik gewoon merk is dat je gewoon... En dat is altijd in alles zo. Je kan iemand niet voor 100% tevreden stellen als hij niet tevreden is met zichzelf. Zo simpel is het. Ik ben nu eerst met mezelf bezig. Stanley is het allerbelangrijkste. En als iemand weggaat, voel je gewoon geen leegte. Ik snap niet waarom hier geen leuning is, maar het zal wel goed zijn. Dus ik loop altijd die kant uit. Omdat ik dit nog niet kan klimmen zonder leuning. Ik vind het gewoon eng. En dit is sowieso helemaal eng. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Hoe is het? Goed, met ja? jou? Heb ik met jou een afspraak? Ja, ik ben Ashley. Hi. We gaan lekker aan de slag vandaag. Ja. Maar goed, je hebt wat angst, zeg je, om? Om te vallen. Oké, okay. Goed. We gaan aan de slag op de mat. Ja. En dan kan ik daarna meteen zien hoe je overeind komt. Ja. Kunnen we dat samen eens proberen? Ja, maar ik kan het niet als ik het zelf doe. Nee? Nee. Probeer eens iets meer naar achter te gaan. Hm? Iets meer naar achter. Ik bedoel... Je hangt nu een beetje naar voren toe.
Duw je billen goed naar voren toe. Ja. En mooi trots rechtop. Heel goed. Ja, dat weet ik, maar... Ja, houd ik maar even vast. Dan gaan we rustig proberen om mij iets meer los te laten. Netjes. Heel goed. Ja, kom even voor me staan als je wil. Goed hoor. Kijk eens. Heel goed. Blijf goed die spanning houden op je buikspieren. Navel licht intrekken. Bilspieren goed aanspannen. En je bovenlichaam eigenlijk ietsje naar achter. Want anders dan... Je bent nu een beetje... Ja, ik ben bang om te vallen. Ja, dat geeft niks. Ik ben erbij. Oké, probeer je handen nu maar eens opzij te bewegen. En rustig in. Goed. Voelen wat er gebeurt. Goed. Yes. En weer rustig terug. Dit is het mooie, toch? Je doet het helemaal zelf, hè? Weet ik. Mag je heel trots op zijn. Echt waar. Even valt alles weg. Geen werkstress. Geen liefdesverdriet. Oké, mag je volledig gestrekt op het matje op je rug komen liggen? Even zijn Stanley en zijn gezondheid het allerbelangrijkste. Ja. Mag je je handen recht de lucht insteken? Je linkerbeen uitstrekken. 6. Heel even. Achter een van die fonkelende lichtjes op de achtergrond bevindt zich de kleine kamer waar Mathieu inwoont bij een oudere hospita. Dag, jongen. Matthijs, nee, wie dat? Thijs. Op Thijs telefoon van het vader? Ja. Oh, terras, wie dat? Nog een was niet zo gauw. Gaan we hem samen proberen. Kturego? Oba. Zima się robi, Maciu, znowu. Tu będzie jesień do wiosny i tyle, nie? No. Że to jest fair. Nie wiem, czy no. Widzisz? Widzę. To ona już was bardzo jest wasza. Proszę? To ona już jest bardzo waszym psem. Takich jak przyjdziesz, to będziesz, to też będziesz miał takich dwoje. No to dobrze. No ale to Bilba jeszcze pogłaska. Jest tu dobry pies Bilbo. O. No, no, siedzę u siebie, siedzę na ławce. Aha. Ale słuchaj, cieszy mnie to, że przy tym jesteś zdrów. Tak, ja już nie żartuję, ja mówię to całkiem poważnie. Dlatego ja mentalnie nigdy nie jestem zdrów do końca. Ale nie mentalnie, tylko tak w ogóle. Nie wiem, no. Jakby możemy się pożegnać. W sumie, nie wiem, ucałuj mamę i Grażynkę i psy. Jak wróci. No i potem czeka dzień. Hij mist Polen en zijn familie wel, maar er is iets wat hem hier houdt. Yeah, I'm definitely not now yet at the point where I want to be, you know. But now I have way bigger chances to get there than being in Poland this way. So let's say I would like to make like service more targeted on sport bikes and establish my own service or brand. Yeah, it's not easy way for sure, especially if I don't have big money to invest in it. But yeah, that's why I'm still riding as a messenger. Yeah, that's the only reason, yeah, actually.
on the nice rod. They're fucking fast. At the zaak, you often seem frustrated and angry, and I was wondering how long can you deal with that? I don't know, not so long. It's like that's what's going there. It's like, you know, constant bullshit. So yeah, it's like nuts, and it's not going. It's not getting better. Yeah. Yeah, Stanley is pissing me off constantly. But on the other hand, yeah, it's my friend, and I really like this guy, and I know that he wants the best. But yeah, it's not a place for me to work. Hij wil voor zichzelf beginnen, maar daar heeft hij geld voor nodig. En hij verdient te weinig om te kunnen sparen. Mathieu zit vast. Dus blijft hij maar fietsen. Elke dag ietsje knorriger, wachtend op een wonder. Na de zoveelste aanvaring hebben Stanley en Martijn hem maar de rest van de dag vrijgegeven om aan een plan voor zijn eigen bedrijf te werken. So Mathieu, if you want to do some research and put something on paper, you can also sit at this computer here on the opposite side of me and put something in a document. It's fine with me. Wat voor research hebben we het hier over? We had a whole discussion this morning that his longer term plans are to building this business. Well, I advised him to put something on paper so everybody knows what his business is, and then people can get involved and actually build it. But when we're just talking about it, it's not going nowhere. So that's why I said have a look here in the computer and write something. Is that what you're going to do today? I don't know if I'm going to do here, but here. Ik heb echt knallen in de kop uit. Ja, joh. Ik moet even kiezen. Waar komt dat uit? Oh, van een kies? Kiespen. Ja, dan moet je gaan laten fixen, want dat gaat niet weg vanzelf. Dat wordt alleen maar erger. Ja, ik heb 26e afspraak. Maar... Crisis. Misschien moet het vlotter als je kiespijn hebt. Dat is 2 weken, man. Nee. Wat was jouw droombaan toen je jong was? Boswachter. En nu werk je bij een couriersbedrijf in de stad. Ja. Dat zijn dromen die je hebt als je heel jong bent. En de praktijk is natuurlijk wat anders. Wel een wereld van verschil, hè? Met de zaak. Heel rustig hier. Ja, ik word hier altijd wel ontspannen van. Ik word helemaal gek van de drukte altijd. Ik moet me af en toe even terugtrekken. En is die tuin ideaal. Een van de eerste dagen dat ik werkte... Nee, ik werkte niet eens. Maar toen werd ik gebeld door Stanley van... Oh, paniek, er is een ritje. Kan jij hem toevallig fietsen? En toen dacht ik van, oh mijn god, als dit elke dag zo is, dat je uit je bed wordt gebeld terwijl je niet werkt omdat er paniek in de tent is, dan word ik helemaal gek hier. Dus een van de eerste dingen die we toen hebben aangepakt is zorgen dat we een goede bezetting hadden. En een goed rooster en dat we altijd mensen over de vloer, nee niet over de vloer, dat we mensen op het rooster hadden staan die de rietjes konden wegfietsen, zodat je geen paniekvoetbal hebt. Dat kan ik slecht tegen, paniekvoetbal. Ja, we hebben nog steeds paniekvoetbal. Ik heb van alles nog wat gedaan. Ik heb MEAO gevolgd met boekhouding en accountancy. En mijn laatste baan voor de fietscouriers was bij de ING. Was ik een business analyst. Dan zit je met een pak aan in een kantoor software te ontwikkelen.
Ik was zelf ook wel een beetje klaar met de bankenwereld. Ik wilde iets bijdragen, wat socialer, wat meer wat bij mij past dan de financiële wereld. Dus ik ben toen opzettelijk naar andere dingen gaan zoeken en niet meer in de bankaire wereld. En op een gegeven moment kwam dit op mijn pad. Wat mis je nog in het leven? In jouw leven? In mijn leven? Ja, een relatie nog, denk ik. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk om erbij te hebben. In plaats van dat je in je eentje zit en dingen niet kan delen. Dan zit je hier in je tuin te genieten, maar dan kan je... Ja, dan moet ik een foto sturen naar, naar vrienden of familie om te zeggen van, hey, kijk, leuk. Terwijl als je samen bent, dan ben je daar samen mee bezig. En dan heb je er meer plezier van natuurlijk, tenminste, dat denk ik. Dus, de stichting is een beetje je familie, je vrienden, je kennis. En omdat ik dat gezinsleven niet heb, besteed ik veel meer tijd aan de koeriers dan eigenlijk gezond is. Hallo. Ja. Hoi. Het beloofde bananenbrood. Yes, yes. Lekker. Voor voel en voor de rest. Wauw. Smakelijk. Ja. Aan het werk. Ja. Mooi. Ja. Fijne dag. Heel. Nee, echt niet ervan, Stan. Nee. Centrales en onderweg Leidse Gracht. Oké, is goed. Doe ik. De vader van Rolf brengt een bezoek aan de zaak om zijn zoon op te halen. Hé, mon chef. Wat een mooi ding, hè? Is een familiewagen? Ja, mijn vader heeft een nieuw gekocht. Okay. En 10 jaar geleden is hij helemaal uit elkaar geweest. En wanneer gaat Rolf nou erin rijden? Nou, die rijdt er ook in. Ja, serieus? Ja. Rolfie? Ja. Dat wil ik een keertje zien. Tijn! Hoeveel van deze fietsen heb je nou? Eentje. Oh, eentje. Hé, hey Martijn. Het is nu 15:10. Die moet nog naar de Jumbo toe. En nog die 2 andere zendingen in de hoek. En Mathieu werkt gewoon niet mee. Hij gooit weer roet in het eten. We zitten hier echt te werken met mensen die niet meewerken. En ik heb er geen zin in om dat elke dag weer te herleven met Mathieu. Wil je koffie? Nou, alsjeblieft. Je ziet wat ik al meemaak. Ik krijg een hartverzakking van die klootzakken die hier werken. Met name Mathieu. Zo, hoe is het? Dus nou reed je op een stichtingsfiets. Ja, dat is iets anders hè, dan je eigen fiets. Ja, nou goed. Ik mocht een andere uitzoeken, toch? Mocht je een andere uitzoeken? Ja, op Marktplaats. Jezus Christus, man. Ik geloof dat het een hele drukke dag is, of niet? Ja, verschrikkelijk, man. U bent op positie nummer 2. Ja. Staat in de wachtrij. Een ogenblik, alstublieft. Nou... Ik moet een potje Valium hier zetten. U staat in de wachtrij. En het ziet er naar uit dat ik weer overwerken word. Stanley vindt in Rolfs vader een luisterend oor. Eindelijk een redelijk mens die inziet hoe zwaar het is om deze tent te runnen. Ik weet het te doen en het is 4:30. Maar ik ga ze allemaal naar de moeder sturen morgenochtend. Voordat we beginnen. Gelukkig werk ik dan niet. Ja. Ik wil dit niet elke dag namelijk hebben. Elke dag herleef ik hetzelfde. Lijkt wel alsof je niet vooruit komt.
En doordat de mensen niet vooruit willen komen, houden ze jou en het bedrijf ook achter met hun zooi. En daar ben ik, het is mij tot hier. De moed die zakt je in je schoenen. Wat kan je eraan veranderen? Op een gegeven moment breek ik ook. En wanneer ik in het ziekenhuis lig, zal niemand om mij een traan pikken. Alleen om de mensen die langere tijd om me geven. Fietscourier Amsterdam, met Stanley, goeiedag. Hi Stanley, een scooterrit, is dat nou binnen 2 uur of binnen 3 uur? Binnen 1 uur. Ja, dan klopt het niet, zoals ze vrijdag over hebben gebeld. Als het pas om 3 uur klaar ligt. Nee, maar dat zeg ik niet. Oké. Okay. Dus Sasa is er nu niet vandaag, maar ja? Sasa schrijft bij de aantekeningen. Ja? Het is niet altijd eenvoudig voor Stanley om redelijk te blijven tegen klanten die kritisch reageren op zijn facturen. Okay. Ligt het nou aan mij of is die vrouw niet zo snugger? Nou, ik ken het probleem niet precies. Als jij nou om 10 uur mij belt. En om 10 uur zegt dat ik pas om 3:30 iets kan halen. Denk je dat de tijd om 10 uur dan ingaat? Dan gaat de tijd om 3:30 in. Ja. En ik ga niet steggelen over 2 uur. Maar ik merk gewoon dat we met een klant te maken hebben die vaak over stuivertjes en dingetjes zitten te doen. Terwijl een advocatenkosten bijna €200 is per uur. Zit je een koerier even uit te knijpen die €15 vraagt voor een stadsritje in Amsterdam? Ja. Dat is niet zo eerlijk, vind ik. Raar hoe je als koerier het systeem bedient zonder dat je er invloed op hebt, denkt Rolf. Zo sta je met een ontslagbrief in je hand voor een portiekflat, het volgende moment in de draaideur van een glimmende kantoortoren. Dat is een brievenbus. Ergens in een pand. En wat is dat dan voor een bedrijf? Nou, ik weet het niet. Ik wil het niet weten. Zijn bedrijven daar ingeschreven waar je nooit iemand ziet? Veel klanten leven in een totaal andere realiteit dan die van Stanley en de koeriers. Het is een wereld van schimmige transacties met duizelingwekkende bedragen in kantoren die altijd verlicht zijn, maar waar nooit iemand aanwezig lijkt. Mathieu wordt er met de dag bozer van om voor een slordige €10 per uur diensten te leveren aan bedrijven die langs de randen van de wet miljarden omzetten. Society of slaves. That's actually also me part here, like, you know, but I'm conscious about it, kind of. We are. But let's go deliver some wine to 5-star hotel, yeah? Look at the windows from the rooms that you will be able not ever to rent, even. For one night. It's like, you know, ridiculous. Let's help the build a world that you are not going to be part of ever. Als je als koerier 8 uur per dag buiten op de fiets door de stad moet ploegen, dan gaan je op een gegeven moment bepaalde details opvallen. Dan ga je verbanden zien. Hier, dit doorkruis ik dus ook continu. Dit stukje? Ja, dit is een soort snelweg. Kijk, deze meneer, die woont daar nu. Ja, daar wonen mensen onder de brug. Het is wel echt een contrast. Uiteindelijk werken we mee met allemaal briefbusfirma's die hier miljarden verdienen. Ja. Of in ieder geval miljarden doorsluizen. Oh,
Oké, Rolf. Oké. Nou, tot de volgende keer, hè. Jo, dank je. Ciao. Jo, tot ziens. Guys, have a good one. Later, man. Ga je nu bij gorilla's werken? Good luck, man. Good luck. Hey, thank you, man. Zomer. Midden op de dag heeft een agressieve klant Mathieu uitgescholden toen hij met zijn stuur zijn auto schampt. It's very plain and easy. You are working for us and you are doing. Nu weigert Mathieu nog voor die klant te rijden en eist excuses. But he made this problem, not me. I didn't call him son of a bitch. I didn't threat him that I will punch his face or whatever. So I'm not, you know. I'm not the one who made shit. And we are asking you to do the right. So it's very easy. That's why the bills need to be paid. And the bills are being paid by the rights that are done. That's if the rights are not done, we are not getting paid. I cannot pay. So only one people, a person can talk at once. I didn't hear anything what you said because I was talking. Okay. Did you hear me while you were talking? That I know. That's why situation is not easy. But so somebody's attacking your worker and you are still defending this person who's attacking this, like, so you should say go fuck yourself and find another courier. Don't you understand it, or how should I explain it to you? This guy should to be just cast, delete, gone. Sorry, Arma, I got we moeten er gewoon geen discussie over maken. We're gonna walk in a different path. If you can't drive from, then you can work. We don't have to make a long discussion about it. I'm not making a long discussion. It's just very clear to me. I didn't create this situation. Yeah, but this is the wrong attitude, Maciej. People are people. And they can offend you, yeah? Well, sometimes this happens. And we're the professionals that think these people are ridiculous, but this is none of my business. I'm just transporting something from A to B. I'm professional, that's why I'm not gonna treat myself like a shit or slave or I offend myself or assault myself. Het is ongeveer op dit punt in het gesprek dat Mathieu beseft dat hij heel snel ander werk moet zien te vinden, wil hij niet doordraaien. You came here and you were such in a good mood. You were doing your work, not complaining. You're having a good robot, and that's all the time like being equal, like others. But that's not. That's happening for fucking few years. But that's not only our thing. Help you grow. It's also your responsibility to think about your own life. We're gonna walk in a different path. If you can't drive from it, then you can work. What the fuck? Sometimes this happens. We're the professionals. Mathieu! I have basic respect to myself. Let's help to build a world that you are not going to be part of ever. Also your responsibility to think about your own life. Of het nu de wiet is, de woorden van Stanley, of de schoonheid van de natuur. Mathieu besluit de stoute schoenen aan te trekken en te solliciteren naar een baan als reparateur van sportfietsen. En tot zijn eigen verbazing wordt hij aangenomen. Properly working truck drive train. Yeah, so beautiful. Gelukkig
geluk voor Mathieu zit al in een goed gesmeerde ketting. En daar is best een leven omheen te bouwen. Het vertrek van Mathieu confronteert Rolf nog meer met zijn gevoel dat hij maar niet vooruit komt in het leven. Al een plekje voor je gemaakt hier met een stoeltje erbij. Oh god. Ja. Nou, dit is A4'tje met wat punten die ik met je wil doornemen. Functioneringsgesprek is tweerichtingsverkeer. Behalve dat ik over jou loop te zeuren, mag je ook over mij lopen zeuren. Oké. Okay. Werkuitvoering. Ik heb hier collegiaal, dat lijkt me wel in jouw geval. Dat je collegiaal bent en niet te beroerd om een ritje over te nemen van een collega. Tweede puntje, communicatief, intern en extern. Ik denk dat je daar iets kan ontwikkelen. In de communicatie om je wat meer uit te spreken. Heb je nog wat over onze efficiëntie hier? Nou ja, communicatie kan een stuk beter. Efficiëntere communicatie? Ja, jullie onderling. Ja, wat bedoel je? Kijk, je moet ook denken dat als wij een rit aannemen, dat het wij niet een rit aannemen om onze collega daarmee te benadelen. Dus. Jij voelt je meteen aangevallen. Nee, maar ik wou dit is eigenlijk het punt. Ik zie je echt als een van de pilaren van de stichting. Je hebt geen plan om volgende week te gaan solliciteren bij een ander bedrijf omdat je ons helemaal zat bent. Ik kan niet zeggen dat ik echt voor mijn plezier hier fiets hoor. Okay. Het is meer mijn eigen onvermogen dat ik wel maar dit doe. Het is voor het brood op de plank. Ja. Kijk, dat is voor jou toch als mens ook niet prettig dat je daarmee loopt? Nee, maar ik kan mezelf alleen maar verwijten dat ik dan hier werk. Dat is wat er in mijn hoofd omgaat. Ja, ik wist überhaupt niet dat dit voor jou zo'n negatieve ervaring is geweest. Rolf, kijk. Ja, het is je bent ook al heel lang bij dit bedrijf en je bent echt belangrijk voor dit bedrijf. Geloof ja, mij nou. Ja, dat vraagt me dan dus af. Ja, je bent heel belangrijk. Ik zeg het je nu. Ja, ja.